Hun zullen we dus zeker kussen in de volgende ronde, die halve finale bij de Supercross 14 jaar en ouder. Dus zoals gezegd, de kwartfinales gaan we daar direct achter de Nederlands aanrijden. De vraag opstellen voor de kwartfinales. Kijk, we gaan naar de laatste twee Superklasse-ritten bij de 14 jaar en ouder. Voor Pino staat daar aan de buitenkant van de Felix. Hij komt als eerste hier richting die eerste bocht. Die neemt hij daar dan met zich mee. Dat lijkt niet naast. Ja, zij sluit aan op die tweede positie. Doet ze met Roer, Christian Vragen op 3. We kijken dan naar die vierde plaats. Die is voor Janne van Roosmaaien. Daarachter zien we nog Van Dinter op 2-5. Met het schaatsje die richting die vierde positie aan. Dat is toch een beetje drommel, maar dat is streng dat het boven de markt komt. Hij houdt de rest in de feestmatten. Leuk voor de Lieke Maaskoper, dan houdt hij tegen.